Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Vorige week experimenteerde ik met deze kleurensensor die hier zit. Dat heb je misschien wel gezien. En nu zit die op dit robotonderstel. Daar heb ik hem op gemonteerd. Dat robotonderstel dat gebruikte ik een paar weken geleden om een op afstand bestuurbare Bluetooth tank te maken. Dus deze tank die bestuur je met behulp van je smartphone over Bluetooth. En dan heb je een soort op afstand bestuurbare auto. Hartstikke leuk speelgoed. Maar deze week heb ik dus die sensor erop gemonteerd. En nu moet het een zelfrijdende robot worden die een gekleurd parcours kan volgen. De hardware van de Bluetooth tank is nog precies hetzelfde. Maar ik ga natuurlijk wel de software vervangen. Er komt een andere sketch in. Dus zometeen is het geen op afstand bestuurbare auto meer. En die Bluetooth module hier, die is volledig overbodig geworden. Die zou ik eruit kunnen halen, maar dat doe ik niet. Want dan kan ik met die andere software er gewoon weer een Bluetooth tank van maken. Dus we hebben hier nu die Arduino en een motorcontroller. En aan de binnenkant zitten natuurlijk de motoren. En hier aan de voorkant de kleurensensor. Die kleurensensor heb ik aangesloten op de analoge ingangen. En die worden nu dus gebruikt als digitale in- en uitgangen. A1, 2 en 3 hier ook. En de Arduino bestuurt dus de motorcontroller om het apparaatje te sturen. Dit is een afbeelding van de motorcontroller. Maar die is echt nog precies hetzelfde als bij de Bluetooth tank. Dus ik verwijs je graag door naar die video. Om dan te kijken hoe die motorcontroller werkt of hoe die is aangesloten. En hetzelfde geldt voor het luidsprekertje. En dan hebben we nog de kleurensensor. Nou, die hangt aan de analoge pennen dit keer. Dus hier, ground hangt natuurlijk gewoon aan ground van Arduino. OE, die hangt automatisch al aan ground, dus die heb ik niet aangesloten. S1 hangt automatisch al aan 5 volt, dus die heb ik ook niet aangesloten. En S0, die zit ook aan ground. Dan hebben we hier de voedingsspanning, die gaat naar 5 volt. En hier, out, die gaat naar A1. Dan gaat S2 naar A2. En S3 naar A3. Nou, moet het als volgt gaan werken. Hij gaat zometeen die lijn proberen te volgen. En als je van de lijn afraakt, ja, dan moet het gecorrigeerd worden. Nu heb ik één nadeel, want ik heb maar één sensor. En bij zo'n line-following robot is het altijd handig om twee sensoren te hebben. Want dan weet je namelijk automatisch welke kant je op moet corrigeren als je de lijn verliest. Want dan zal namelijk één van de twee sensoren eerst de lijn verliezen en dan pas die andere. Dus dan weet je automatisch welke kant je op moet corrigeren. Nou, ik heb dat nu niet, dus als ik de lijn kwijtraak moet ik eerst uitzoeken welke kant de lijn zich bevindt voordat ik weer verder kan. Maar dus dat is een beetje een moeilijkheid en zal het iets minder fraaier uitzien. Maar we gaan eens kijken hoe dit moet gaan werken. Dit is de software sketch voor de allereerste versie van de line follower. En ik heb het hier zo simpel mogelijk proberen te houden. Ik heb een hele korte loop. En ik heb hier onderin mijn catColor functie. En die kan nu nog maar 3 kleuren herkennen. Rood, groen en blauw. Oh, en wit. 4 dus. Maar als je bijvoorbeeld paars aanbiedt, dat gaat niet werken. Ik doe net als vorige week. Herken ik de kleurelementen rood, blauw en groen. En daarna zeg ik, als rood overheerst, dan zal het wel rood zijn. En als groen overheerst, dan zal het wel groen zijn. En als blauw overheerst, nou, dan zal het wel blauw zijn. Dus ik doe het heel simpel, probeer ik 3 verschillende kleuren te herkennen. Nou, dan in de loop gebeurt niet zo heel veel. Ik zeg hier catColor. Als die gelijk is aan 1, dus we zitten op de rode track, dan rijden we gewoon rechtdoor. Hier met de drive tracks procedure. Dat heb ik besproken in de video over de Bluetooth tank. Die drive tracks, die zit hier, drive tracks. En dat betekent 1-0, 1-0, betekent gewoon de ene band gaat naar voren en de andere band, rupsband, gaat ook vooruit. En dus we rijden gewoon vooruit voor 50 milliseconden. En daarna gaan we de kleur opnieuw evalueren. Als het dan niet meer 1 is, dus we zijn afgeweken van de rode lijn, dan zet ik hier de wielen even in zijn achteruit. Heel kort, 50 milliseconden, rijden we even achteruit.
Dan maak ik een klein bochtje naar rechts. Kijk, ik rijd hier naar rechts. En dat duurt 200 milliseconden. En dan zet ik de banden allemaal stil. Dan kijk ik weer of we inmiddels de rode trek gevonden hebben. Als het niet zo is, dus hier, het is niet 1, dan moet ik dus naar links. Maar dat stuk wat ik naar rechts ben gegaan, moet ik eerst compenseren. En dan nog een stukje naar links. Dus daarom duurt dit 400 milliseconden. Dit 200 en dit is 400. En nou ja, dan zal ik wel terug zijn op de rode trek. Daar ga ik nu vanuit. Dus dan gaan we weer de loop in. En dan kijk ik hier of we inmiddels weer op de rode trek zitten. Als dat zo is, rijden we rechtdoor. Als het nog steeds niet zo is, dan proberen we het gewoon opnieuw. Dus zo simpel gaat het. En ik zal nu even laten zien wat dan het resultaat is. Nou, je ziet dat het heel effectief werkt. Heel simpel stukje code en toch is het al een goed resultaat. Maar er is wel wat aan de hand met de bochtjes naar links. Ik zal het even laten zien. Let goed op nou, er komt een bocht naar links en dan een bocht naar rechts. En kijk even naar het verschil. Je ziet dat die bocht naar links een beetje hakkelig gaat. En dat komt omdat we in die hele simpele loop hier altijd eerst naar rechts kijken als we van de lijn afwijken. Hier, als ik van de lijn afwijk, kijk eerst naar rechts, hier. En dan probeer ik de lijn terug te vinden. Als dat niet gelukt is, dan ga ik alsnog naar links. Dus in bochten die naar links afbuigen, heb je constant dat je eerst een stukje naar rechts gaat. En dan vind je de lijn niet en dan ga je alsnog naar links en dan vind je hem wel. En in die bocht moet je een paar centimeter later weer corrigeren, want die bocht is wat langer. Dus dan gaat hij weer naar rechts kijken en dan weer naar links. En daarom zag je dat hakkelige gedrag als hij naar links rijdt. Nou, dat kunnen we oplossen door een nieuwe variabele te introduceren, een boolean. En die heet RideTurn en die is standaard 1. En dan heb ik nu twee verschillende stukjes code voor rechtsaf. Of voor linksaf. Dus standaard als we de loop ingaan en het is rood, dan blijven we rechtdoor rijden. Dat blijft hetzelfde. En als we afwijken van de kleur rood, dan kijken we nu eerst, omdat het standaard is, kijken we eerst naar rechts. En dan hopen we de lijn terug te vinden. Maar in een linkerbocht gebeurt dat niet. Dus dan zegt hij van, oh, het is nog steeds geen rood. Dan kijken we naar links. En we zetten die variabele gelijk op 0. Die right turn. Dus dan weten we de volgende keer, als we nog steeds in diezelfde bocht zitten, dan weten we dat we naar links gaan. En dan komen we dus gelijk hier in de else, hè, want dit telt dan niet meer. If right turn, nee, dit is geen right turn. Dus else, dan kijken we eerst naar links. En in noodgevallen pas weer naar rechts. Dus ik zal je laten zien hoe het er dan uitziet. En let dan even op wat er gebeurt als we een linkerbocht hebben gehad en daarna komt weer een rechterbocht. Zie je, als we een linkerbocht gehad hebben, dan gaat hij bij de volgende bocht er weer vanuit tot het ook wel weer linksaf zal zijn. En als het dan rechts is, dan kijkt hij net een keertje weer de verkeerde kant op. Ja, zo blijft het natuurlijk. Maar als we eenmaal die eerste keer gecorrigeerd hebben, dan weten we, het is een bocht naar links of een bocht naar rechts. En dan is de rest van de bocht wat soepeler.
Oké, dit is een plaatje van de volgende uitdaging. Ik wil dat hij de rode track volgt, het rode parcours, net zo lang tot hij het blauwe tegenkomt en dan het blauwe gaat volgen. Dus dan heeft hij geen voorkeur meer voor het rode, maar juist voor het blauwe en dan moet hij het blauwe parcours gaan volgen. Dus hoe gaan we dat programmeren? Nou, we hoeven helemaal niet zo heel veel aan te passen. Ik maak eerst een nieuwe variabele voor de target color. En die is dus aan het begin, dus 1. Want aan het begin willen we de rode kleur gaan volgen. Dan vervang ik in mijn loop alle referenties naar die rode kleur, rood. Hier 1 is rood. Die vervang ik dus voor target color. Hier weer. En hier nog een keer. Zo. Dus nu is dat een variabele. Dan zeggen we hier, als die target color nou rood is, maar we vinden blauw, get color is blauw, ja, dan hebben we dus de blauwe track gevonden. En dan zeggen we dus de target color is van nu af aan 3, blauw dus. En daarvoor, hier doe ik een kleine pauze, delay een halve seconde, want ik wil even gaan stilstaan dan, zodat we even kunnen zien dat hij het heeft gevonden. Dus we zetten hier de motoren stil en we doen een korte pauze. En we doen hier eventjes, dat heb ik even gekopieerd, eventjes het luidsprekertje piepen. Zo, dus even stilstaan, luidspreker geeft een toontje en daarna switchen we naar target color is 3. En dan gaat het feest gewoon weer verder. Want dan zegt hij hier nu, dit gaat niet af nu, want we hebben de kleur wel gevonden. Dus hij rijdt gewoon weer rechtdoor, net zolang tot hij weer op het rode komt. En dan voldoet het rode niet meer aan de target color en dan gaat hij dus zoeken waar het blauwe gebleven is. Dus dit gaan we compilen en kijken of het werkt. Er zit een foutje in. Oh ja, kijk hier. Ja. Dit moet natuurlijk dubbel is zijn. Want ik vraag me af, is dit gelijk aan dit? Dus dubbel is. Dit betekent, dit krijgt de waarde 3. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ik wil weten, heeft hij al de waarde 3? Zo dus. Dus kijken of het werkt. En nu hoef ik hem alleen nog maar te leren wat de kleur groen is en ik kan die naar buiten om het gras te maaien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.